Yo, Lennart hier. En vandaag een review van een concert waarvan ik nooit had verwacht van mijn eigen dat ik er naartoe zou gaan. Maar ik ben geweest Drake. Drake is een Canadese rapper, een wereldbekende rapper eigenlijk, maar niet voor mij, want ik ken misschien 5 liedjes, maar uitgebreid ken ik dat. One Dance, Just Hold On, We're Going Home, Hotline Bling, Work. En nog even, maar ik weet niet wat het was. Dus ik had eigenlijk niet echt veel verwachtingen van het concert. Ik had eigenlijk verwacht dat het een soort Milk Ink avond ging worden, voor de een of andere vreemde reden. Maar tot mijn grootste verbazing ooit, vond ik het eigenlijk nog goed. Het was gisteren in het Sportpaleis, was ik denk uitverkocht, maar ik ben niet zeker. Maar het waren dus 18.000 mensen die daar keiharde fan waren. En dat merkte ik ook wel keihard, aangezien dat de sfeer in de zaal zo fucking geweldig was. Het was absurd eigenlijk hoe iedereen keihard mee aan het zingen was, ook al duurden de nummers die normaal op plaat 3-4 minuten duurden, nog geen minuut tot anderhalve minuut, die heeft geen enkel liedje volgens mij tot in zijn geheel gespeeld, misschien 3 of 4, de rest heeft hij elk nummer echt gereduceerd tot een heel erg korte versie van dat nummer van 3 minuten, van dan pak misschien maximum 2 minuten, om daarna weer een beetje te vertellen over ja, dat hij eigenlijk van niks is begonnen. Started from the bottom, now here. Dat nummer ken ik ook nog. Fout. Slecht mapje, mijn excuses. Nee, maar echt de hele tijd heeft hij doorheen de nummers liggen babbelen en over hoe dankbaar hij wel niet is. En dat zag je ook aan hem. Hij stond daar wel zo als een baas eigenlijk, van kijk wie ik ben de Drake, ik kan alles aan, bla bla bla. Maar hij stond er wel met een gigantische smile en dat was heel aanstekelijk. En de nummers wat hij gespeeld had, daar ken ik er niks van. Ik heb liggen dansen en normaal gezien als ik iets niet goed vind, ga ik ook niet gaan dansen daar. En ik heb verbazingwekkend veel gedanst. Zeker voor zo'n muziek wat totaal niet voor mij is weggelegd. Maar het concert in het algemeen was gewoon degelijk. Ik had echt veel lagere verwachtingen ervan. Sommige nummers, zoals Just Hold On, We're Going Home, was absurd goed gespeeld. Tijdens sommige nummers zei Drake van kijk, ik heb ook een band bij, bla bla bla. En stonden daar mensen, maar was eigenlijk heel totreden. Dat is me dan niet opgevallen dat er een band stond. Ik stond ook wel heel achteraan, rechts ergens. Dus ik had niet echt het beste zicht van de wereld. Maar op zich, ik zag nog vrij veel. En zeker als dat Drake in het midden was rondlopen en zingen. Maar af en toe komt er een band op het podium met drummer, pianist, DJ, alles wat erbij was. En je hoorde daar af en toe wel van oké, nu is hij eigenlijk gewoon als een bandje aan het spelen. Het is gewoon echt een plaat van gewoon een nummerje van de plaat, een draaien, play en hij rapt over die plaat heen. Maar ik hoorde er wel heel vaak van oké, dit is wel live. Dit is echt live wat hij aan het brengen is, wat ik heel cool vind. En ook heel vaak tussen nummers door dat ik dan denk van oké, nu wordt er echt wel live gedrumd en nu wordt er echt wel live gespeeld op het podium. En zoiets kan ik heel erg appreciëren. Bands zoals Anderson .Paak, die hebben een fantastische bezetting. Die hebben een heel goede band. Bruno Mars ook. Ik heb die ooit jaren terug wel gezien. Ik weet niet of dat nog altijd zo is. Jaren terug had hij denk 10 mensen mee op het podium. En dat was absurd cool omdat die speelde. Dat was echt gewoon zo een funk band. En nu was het niet echt funk gericht. Het was echt wel R&B, hip-hop, slow hip-hop eigenlijk. Maar er werd vrij veel live gespeeld. En ik denk als dat niet was geweest en dat er als er nog meer geplayback is geworden en dat hij gewoon af en toe een beetje yo, put your hands up en dan gezever allemaal begint te roepen en dan dat nummer gewoon verder gaat, zoiets kan ik niet appreciëren. Dat is gewoon dat mensen kunnen geld betalen voor een ticket terwijl die eigenlijk gewoon echt beter thuis de plaat konden luisteren met een goed fris puntje en je bespaart u god weet hoeveel geld eigenlijk uit. Dus dat kon ik eigenlijk heel erg hard appreciëren. Nu, er waren inderdaad ook wel momenten dat ik dacht van, dude, come on. Allee, kom, doe door. Dat duurde bijna 2 uur, wat ik al vrij lang vind. En die was het 25 tot 30 nummers gespeeld, wat ik heel veel vind ook. Maar het coole gewoon daaraan is dat hij de nummers zodanig speelde dat je ook zoiets hebt van oké, het wordt niet langdradig, het is echt kort en snel en het is heel goed opgebouwd. Alles was heel goed doordacht in die show. Heel coole belichting ook. Maar de minpunten waren wel zo, vooral dat hij iets te veel naar mijn goesting heeft gevraagd. Do you want one more? Of wil jij nog een nummer horen? Dat ik dan denk van, wilt jij nu dat wij zeggen nee, dat hij naar huis kan, hij heeft zijn geld toch verdiend? Maar zo kwam het over voor mij, ook al wou hij waarschijnlijk al gewoon, is dat gewoon een standaard zinnetje dat hij misschien 30 keer gebruikt in een optreden. Maar op den duur had ik al zoiets van,
Allee, kom, speel nu nog een liedje, dat is ook tof, dat is ook feest. En dat te zeggen van, kom, let's get this party starting. En dan weer een rustig liedje. Allee, zo eigenlijk de hele tijd doorwalt. En op zich was dat wel zo van, kom, je hebt dat niet nodig. Als je gewoon hier staat, en je babbelt op het einde, en nog twee keer in het midden of zoiets, en dan is het goed voor ons allemaal. We zijn hier allemaal om te feesten. En hij heeft hij zelf ook 6-7 keer aangehaald in het optreden. Ik wil Antwerpen het beste feestje ooit geven, en dat gaan we hier nu ook doen. En op bepaalde momenten dacht ik wel echt van, dit is echt een fantastisch goed feest, een fantastisch goed uitgebouwd feest. En dat kan ik zeer hard appreciëren. Op een bepaalde momenten ook wel dat je dan denkt van, oké, bol het af, doe door, hup. Allee, als je zo gaat blijven doordoen, ga dan van een podium of als je echt niet verder wilt spelen, geen idee hoe en zo. Maar dat was het. Ik heb niet veel meer over Drake te vertellen, aangezien ik ook niet veel van Drake ken. Ik weet dat hij één gast heeft uitgenodigd op het podium en niemand wist wie dat was. Hij vertelde het wel, maar verstond het allemaal niet. Dat is misschien ook het Sportpaleis zelf, omdat het geluid daar niet al te denderend is. Geen idee hoe en wat. Allee, het geluid viel voor mij wel heel goed mee. Buiten de bas hier en daar was het wel wat minder. Maar de rest was eigenlijk een zeer degelijk optreden. Ik had veel, veel erger verwacht dan het eigenlijk was. Dus ik was aangenaam verrast. Heel goede sfeer. Heel goede nummers. Tof dat hij heel veel live gespeeld heeft, uiteindelijk. En ik moet zeggen, allee, ja, als Drake nu op Pukkepop zou staan, of Drake zou nu volgend jaar zeggen, oké, ik ga volgend jaar naar Werchter, of ik weet niet waar, gewoon ergens een avond een feest bouwen. Ik zou het totaal niet erg vinden, mocht hij daar staan, mocht ik die dan nog eens gaan kijken. Ik zou er wel niet nog eens een keer speciaal voor naar een zaal vertrekken, om die nog een keer live te zien. Maar op zich, ik ben vrij content, ik had niets in aankomen. En dat was het. Tot snel. Salut!